Misschien zijn er mensen teruggekomen van de Women's March en zijn die denken van, nou, we komen toch nog even hier aanhaken. Hartstikke goed. En ja, wat is het dan heerlijker dan even een fijn gesprek over duurzaamheid? Je ziet hier twee duurzame rakkers staan en die gaan nu allebei een pitch doen. Ga je gang. En zeg even wie je bent en ga dan je gang. Ik werk bij Natuurmonumenten. Wij beschermen natuurgebieden. Wij bemoeien ons. Van oudsher beheerden wij onze natuurgebieden en hield onze belangstelling wel een beetje op bij de grens van ons gebied. Dat is veranderd. En wat voor ons een heel belangrijk moment is geweest, ik denk dat veel mensen dat wel zullen herinneren, is dat Duitse onderzoek van 3-4 jaar geleden, waaruit bleek dat in natuurgebieden in Duitsland, die de afgelopen 25 jaar op precies dezelfde manier beheerd zijn, insectenaantallen met 75% zijn afgenomen. En dat kon niet komen door wijzigingen in het gebied, dus effecten van buiten maakten dat insecten met 75% afnamen. Nou, wij hebben dat onderzoek laten herhalen. In Nederlandse gebieden kwam dezelfde trend uit. En dat was voor ons een heel belangrijk besef van, we kunnen niet alleen op onze eilandjes de natuur beschermen, als we dat niet zien in de samenhang met het hele land en het hele landschap. Zal ik het hier even bij laten? Vind je dat je voor even genoeg hebt gezegd? Ja. Oké, dan gaan we over naar Hans. Ja, die vraag moet je mij niet stellen, want dan blijf ik bezig. Maar ik heb ervaring met jou, Hans. Ja, nee, precies. Ja. Ik krijg die vraag niet. Je krijgt die vraag nee, niet. Dat begrijp ik. Goed. Mijn naam is Hans van de Heuvel. Ik ben algemeen directeur van LTO Nederland. LTO Nederland is de land- en tuinbouworganisatie. Wij vertegenwoordigen 30.000 boeren en tuinders door heel Nederland. En nou ja, dat is een hele mooie baan en heel belangrijk ook, want nou, eigenlijk misschien wel om 3 redenen. Wij produceren voedsel en dat is geen vanzelfsprekendheid. Misschien in ons welvarend landje wel, maar we mogen daar best bij stilstaan hoe belangrijk voedsel en voedselvoorziening is. De leden van LTO, alle boeren en tuinders in Nederland, zijn ook degene die heel veel landschap in Nederland beheren. Die daar ook heel veel van in bezit hebben en daar op een goede manier mee omgaan. En 3, ben ik ook trots omdat wij als sector een hele rijke geschiedenis erop hebben zitten, maar een nog veel mooiere toekomst. Dat noemen ze ook wel eens transitie. En daar gaan we het daar over hebben. Over ja. Duurzaamheid en over alles wat daarmee samenhangt. En daar zie ik naar uit. Ik vond het best binnen de marges. Dames en heren, Björn en Hans. Kom maar aan tafel. Kijk, we zitten hier in de stad, in een van de grotere steden van Nederland, waar mensen zich misschien wel druk maken over klimaatverandering en natuur. Maar toch ook. Laat ik meteen gewoon op tafel leggen, Hans. Als mensen bijvoorbeeld hier in Amsterdam naar de stembus gaan, wat maakt dat uit voor het thema hier, als we het ook hebben bijvoorbeeld over stikstof? Heeft dat nog enige invloed? Ja, kun je er best wel bij verzinnen dat dat invloed heeft. Maar ik geloof niet dat wij een heel hoog aantal leden in Amsterdam hebben, zal ik maar zeggen. Van de LTO? Überhaupt één? Nou, dat zou misschien in een ommeland zou dat best kunnen. Zo ook richting waterlanden. Nee, maar kijk, want ik heb begrepen, jullie hebben een gezamenlijk plan gemaakt voor de reductie van stikstof. Ja. Heeft dat nog, als wij Amsterdammers hier bijvoorbeeld daar heel enthousiast over zijn, is er dan nog een bepaalde partij waar we dan wel of niet op moeten stemmen? Of maakt dat echt voor de gemeenteraadverkiezingen in Amsterdam nou juist niet uit, maar in andere gemeenten wel? Ik denk dat als het over het thema landbouw heel specifiek gaat, dan is het in heel veel gemeentes van groot belang, zeker als plattelandsgemeentes zijn. Ja. En dan kan ik me voorstellen dat ze zich hier in Amsterdam over andere dingen druk maken. Ik heb wel eens de grap gemaakt, we hebben 18 verschillende vakgroepen, van akkerbouw tot melkvee. Ja. Dan wil ik voor Amsterdam relevant worden, dan moet ik er misschien nog iets van wietteelt bij gaan doen als vakgroep, maar die hebben we nog niet. Nee, ja, want de chemische drugs die doen je dan weer bij jullie, hè? Ja, nee, precies. Ja, die hebben we wel. Daar zijn we al volop mee bezig. Ja, dat snap je wel. Hè. Ja. Wat is jullie gemeenschappelijk plan voor rondom stikstof? Nou, anders ga ik even naar jou, Björn. Ja, we hebben een plan gemaakt om de stikstofuitstoot sneller te reduceren dan wat nu in de wet stond, in de vorige wet. Waar we het over eens waren, zijn een paar gezamenlijke principes, ja, basisafspraken, die hoe het beleid ook vorm krijgt, waar we allemaal aan hechten. Een heel belangrijke is perspectief voor blijvers. Boeren die door willen gaan, gewoon de kans geven om op een goede manier door te gaan. Ja. Het is misschien gek dat ik dat als natuurbeschermer zeg, maar ik denk dat over 1 of 2 generaties... En misschien wel het grootste probleem van ons buitengebied en ons landschap gaat zijn dat er te weinig boeren zijn, niet te veel. Juist boerengezinsbedrijven, hè? Niet van die ondernemers met 3 locaties, maar gewoon concrete boerengezinsbedrijven, die staan in de knel. Dus boeren die door willen, daar de kans voor geven. Ook in het kader van natuurbeheer dus? Ja. Landschapbeheer.
Zeker, en ook ruimte voor maatwerk. De ene agrariër is de andere niet. Ja. Wat moet is dat het gewoon toekomstgericht is. En voor de ene boer is dat extensiveren, verbreden, meer agrarisch natuurbeheer. Ja. Voor een andere is dat misschien wel stoppen of verplaatsen. Een ander kan technisch, met technische maatregelen een stuk vooruit. Dus ruimte voor maatwerk voor verschillende boeren. Ja, maar het betekent hoe dan ook dat een groot deel van de boeren zou moeten uitgekocht, moet stoppen of moet worden verplaatst. Nou word je weer een beetje pittig. Nee, dat is niet helemaal correct. Volgens mij gaat het erom dat wij met elkaar een plan hebben gemaakt. Ja. En überhaupt dat er een plan komt waar natuur, landbouw, de bouw, de industrie probeert om de handen in elkaar te slaan. Dat is bijzonder. Nou, vind ik wel. En zeker in deze tijd waarbij het altijd makkelijker is om je tegen elkaar af te zetten dan samen op zoek te gaan naar oplossingen. Daar stap je dan ook weer snel overheen. Maar dat vind ik wel een belangrijk moment dat we daar met elkaar mee bezig zijn. Ik vind het ook bijzonder, Hans. Maar goed. Toch. Nou, dan ben ik wel blij dat je dat even toegeeft. En dan vervolgens is dus niet het plan. Het plan is erop gericht. Er zijn mensen die gaan stoppen. Ja. Nou, dan gaan ze stoppen en dan gaan we op een goede manier kijken hoe dat voor het algemeen belang kan worden ingezet. Maar er zijn vooral ook heel veel blijvers. Maar hoe ga je daarmee om? Kijk, er zijn mensen die stoppen, maar er zijn misschien ook mensen die twijfelen of ze moeten stoppen of doorgaan. En dan kan er dus met een sympathieke regeling kan gezegd worden van nou, misschien kunnen jullie dan beter stoppen. Mm-hmm. Nee, dan bied je die de mogelijkheid om dat te overwegen. Ja. En volgens mij is dat belangrijk, dat mensen die vrijwillige keuze hebben om te kijken wat past in mijn situatie. Ja. En als wij de stikstofcrisis niet hadden gehad, dan hadden we in ieder geval in de landbouw een hele andere crisis gehad. Namelijk dat wij tussen nu en 2030 een heel groot aantal stoppers hebben. En hoe je daar op een verantwoorde manier mee omgaat op het platteland, want dat is voor plattelandsgemeentes ontzettend belangrijk. Ja. In het kader van de ruimtelijke inrichting, buitengebieden en dat soort dingen. Maar goed, we hebben de stikstofcrisis wel. Zeker, en daar is dus dit goede plan dan voor. Ja, wat is dan de essentie van dit goede plan? De essentie van het goede plan is dat niet alleen de landbouw, want daar vind ik ook wel van belang om dat te benadrukken, ook de industrie en eigenlijk alle bedrijven die iets met stikstof hebben, die gaan reducties plegen. En als het over mijn sector gaat, gaan ze dat op drie manieren doen. Degene die willen stoppen, kunnen stoppen. Degene die willen extensiveren, dat is misschien even kort, dus meer grond om je dieren op te kunnen houden, die kunnen gaan extensiveren. En wat Buren net ook aangaf, er zijn ook bedrijven die met vloeren, luchtwassers en anderszins nog stappen kunnen nemen om de impact te reduceren. Ja. En nog een kleine groep kan verplaatsen. Die kan misschien zeggen, ik zit nou te dicht op een natuurgebied. Op een andere plek kan ik veel beter verder. Ja. En verplaats dit nou eens naar gemeentes? Dat is voor gemeentes, en die hebben daar een ontzettend belangrijke rol in. Omdat in het kader van ruimtelijke ordening, het kader van bestemmingsplannen, hebben gemeentes heel veel bevoegdheden. Dus je kunt heel veel verzinnen landelijk, je kunt heel veel verzinnen provinciaal. Maar een gemeente, en ook uiteindelijk het gemeentebestuur en de gemeenteraad, moeten besluiten nemen om het ook mogelijk te maken. Oké, dus we zitten met een boer, ga jij nu weer zeggen dat ik dat heel net formuleer. Maar er is een boer en die voldoet niet aan de normen van stikstofuitstoot, zoals we het zouden willen zien. Wat gaat de gemeente dan met zo'n boer doen? Nou, er is eerst een landelijke regeling. Dat is bijna 25 miljard die vrijgemaakt is. Dat is geen kattenpis, als ik dat zo mag zeggen. Ja. En dat wordt vanuit landelijk dan ook ingezet. En uiteindelijk zijn gemeentes ook in het faciliteren daarvan belangrijk. Want stel bijvoorbeeld dat die boer wil verplaatsen, dan heb je bepaalde gemeentelijke handelingen nodig. Het gaat over vergunningverlening. Is gemeente vaak ook bevoegd gezag? Dus in al dat soort zaken zijn gemeentes misschien niet zozeer in het grote geld wel van belang. Ja, maar even wat concreter dan. Nou, dit is wel vrij concreet. Nee, de vergunning is heel concreet. Ik vind het toch ingewikkeld. Ja, nee, maar dat is het. Oké, eenvoudiger dan. Nou, heel eenvoudig gezegd, een boer heeft tal van vergunningen en bij een groot deel van die vergunningen heeft de gemeente ook een rol. En als je dus stappen gaat nemen, bijvoorbeeld omdat je meer grond wil hebben, moet er misschien iets met een bestemmingsplan gebeuren. Nou, daar gaat de gemeenteraad over. Ja, en is dat dan ook iets wat ik, als ik in zo'n gemeente zou wonen, dat ik dat ook kan zien aan partijprogramma's? Ja, ik denk dat je in het algemeen, uit partijprogramma's, kijk, ga je geen advies geven wat je wel of niet zou moeten stemmen, maar je kunt... Maar je hebt al uitgelegd dat het voor mij als bewoner van Amsterdam niet zoveel uitmaakt. Ik denk minder dan in een gemiddelde plattelandsgemeente. Ja. Maar er zijn nog heel veel gemeentes buiten Amsterdam waar dit... Nee, daarom zeg ik juist. Maar wat zou er dan in partijprogramma's kunnen staan waar je dan uit kan? Ik zou bijvoorbeeld kijken of er hoe daar geschreven wordt over het landelijk gebied, hoe er geschreven wordt over ondernemerschap, over landbouw, maar ook over natuur. En dan is het ook afhankelijk van je eigen politieke voorkeur natuurlijk, van wat vind ik belangrijk, waar moet het accent liggen? Ja. En wij vinden het natuurlijk belangrijk dat het accent daar weer op de landbouw ligt. Dat maar tegelijkertijd heb je wel de handen in één geslagen met Björn. Ja, zeker. Ja, dus natuur en de toekomst van de landbouw vinden elkaar ook wel. Ja, en het gaat ook voor ons echt om de balans. Nederland is
tot en met het gemeentelijk niveau, een van de raarst ingerichte landen ter wereld. We hebben vaak de meest stikstofuitstotende bedrijven en de meest stikstofgevoelige natuur zijn letterlijk één slootje van elkaar verwijderd. Dus een reden waarom wij zo'n veel grotere stikstofcrisis hebben dan andere landen, hoewel anderen die ook hebben, is omdat het zo vervlochten is. En een gemeente is ook voor zo'n gebied gewoon verantwoordelijk voor dat de goede logische dingen gebeuren. Terwijl Hans dit zegt, dacht ik ook aan een voorbeeld wat ik van de week op mijn bureau had. In Noord-Brabant is een mooi stikstofgevoelig natuurgebied. Ja. Daar is door de provincie, door het Rijk, door iedereen geïnvesteerd om dat gebied gezond te maken. Ja. Tegen dat gebied aan heeft een ondernemer een leegstaand boerenbedrijf gekocht. Hier en daar heeft hij wat vergunningen vandaan getrokken. En nu wordt daar een nieuwe megastal met 12.000 varkens neergezet. Ja. Tegen een natuurgebied aan wat net voor miljoenen euro's belastinggeld is opgeknapt. Ja. Nou, in dit soort gevallen kun je dus ook die verkiezingsprogramma's lezen. En dan staat er niet letterlijk, hè, we zijn voor of tegen megastallen. Maar je krijgt wel een gevoel. Maar wat staat er dan wel? Nou, jij krijgt denk ik wel een gevoel per programma voor. Het gaat ook over waarde, hoe de weging gemaakt wordt tussen. Het is niet digitaal. Het gaat niet over. Ik heb wel eens een reportage gemaakt, bijvoorbeeld over dat jouw organisatie of een vergelijkbare organisatie. Er is natuurlijk maar één natuurmonument, maar bij wijze van spreken een vergelijkbare organisatie. Dan heel erg bezig is met biodiversiteit. En die zegt van nou, we gaan nu bomen kappen en we gaan de grond weer helemaal goed maken voor de biodiversiteit. Mm-hmm. En we willen meer soorten. Maar tegelijkertijd is dat eigenlijk een soort gevecht tegen de bierkaai, omdat die stikstofuitstoot zo groot is dat wat ze eigenlijk willen dat er groeit, er eigenlijk niet groeit, omdat er dan toch allemaal weer bramen komen te groeien, bijvoorbeeld. Nou ja, het goede van het nieuwe regeerakkoord is dat nu de kraan. Op dit moment zijn de plannen echt om de kraan dicht te draaien. En als je terugkijkt naar wat natuurbeheerders stikstofkraan afgelopen 10 jaar hebben gedaan, was dweilen met de kraan open. Ja. Ja, dat valt niet te ontkennen. Nee. En dat gaat dus nu is het dweilen met de kraan dicht dan. Nu is het op een slimme manier met elkaar de kraan dicht doen. Ja. Blijft dit, als we dit nu. Dus dit eigenlijk is het toch ook inzetten op meer duurzaamheid. Ja. Ja. Gaat dat niet klauwen met geld kosten voor ons allemaal? Ja, voor een deel zal dat zeker een behoorlijke smak geld gaan kosten. Ik noemde net al die 25 miljard. Ja, dat is niet weinig geld. Dat. Als ik dus hoor, als ik hier zo. Ik zit hier dus al 5,5 uur. Dat is niet aan je te zien, Teun. Nee, maar. Heel fris uit. Maar als ik dat dus dan zo volg, dan alles wat dus goed is, kost dus miljarden. Nou ja, het is vervelend maar waar dat als je transities wil maken, die gaan niet op lucht of water. Daar is inderdaad een investering, een omschakeling voor nodig. Wat ik wel, als ik een klein kritisch nootje mag plaatsen. Kijk, ik denk dat we er niet omheen kunnen dat er door die gerechtelijke uitspraak stappen genomen gaan en moeten worden, ja. Ook als het over stikstof gaat. Wat ik een beetje typisch Nederlands vind, als ik dat zo mag zeggen, is dat wij dan weer heel erg En dan ben ik benieuwd of je nu gaat zeggen typisch Nederlands en dat je nu met iets positiefs komt of met iets negatiefs. Dus ja, doe ze gewoon. Hou je van ons land of niet? Gaan we die tour op? Nou, nee, maar ik vind typisch Nederlands is, we zitten nou in dit probleem, maar dan wordt het een beetje van de weersomstuit, zal ik dat mooie Nederlandse woord gebruiken, gaan we nou weer helemaal de andere kant op. Ik vond zo'n voorbeeld in Drenthe, waarbij dan in een bepaalde voorstelling gehouden moet worden. En dat mocht dan niet, want daar stond een halve dieselmotor nog een beetje wat te blaken om die tent warm te houden. En dat kon dan weer niet. Kijk, ja. Dan denk ik bij mezelf dat ondermijnt op termijn ook een beetje de draagvlak voor dit soort transities. Als je zo in het maar tegelijkertijd, peuteren zit. Ja, dan zal ik dan toch maar weer de positieve uithangen. Maar tegelijkertijd hebben jullie nu een gezamenlijk plan. Nou, hoe lang geleden is dat gebeurd? Dus het is misschien, gaat het wel de goede kant op. Het enige wat ik dan wel denk, krijg jij de boeren wel mee hierin? Ja, maar dat impliceert dat er heel veel boeren zijn die niet willen of die afkerig zijn. En natuurlijk is die groep er. Ik bedoel, dat kan je niet ontkennen, dat wil ik ook niet. Maar ik merk juist heel erg dat er heel veel zeker bedrijven zijn die een bedrijfsopvolger hebben. Dus waar iemand in zicht is om het bedrijf over te gaan nemen. Dat die bedrijven willen stappen zetten. Die willen daar langdurig kunnen blijven zitten. Die zitten daar vaak al generaties en willen er nog generaties zitten. Dat kan niet vanzelf. Dat kan bij geen enkele onderneming, ook niet bij een boerenonderneming. Dus eigenlijk moet er dus gezegd worden van nou, je kan wel doorgaan, maar dan onder deze voorwaarden. En dan kan het misschien ook nog een hele tijd door. Dat hoeft niet gezegd te worden. Mijn leden zijn niet gek of zo. Die zien dit ook.
die zijn volop al bezig. Hè. Er hangt altijd een beetje een toon in het maatschappelijke debat, ja, dat we het nog een keer moeten uitleggen. Niet zo het slachtoffer uithalen. Nee, dat vind ik echt. Dat vind ik echt. Er ik hangt altijd dat een beetje juist, een toon, dat... alsof we het nog een keer moeten uitleggen, dan lukt het wel. Nee, men is daar zelf wel van overtuigd. Niet, kan je niet zeggen dat in het algemeen er misschien te weinig politieke sturing is op welk terrein dan ook? Dat wel het misschien heel goed zou zijn als een overheid ook duidelijk zou zeggen, dit zijn de randvoorwaarden, dit willen wij graag. Ja, dat is in zichzelf een politieke opvatting als je vindt dat de overheid een grotere en sturende rol moet hebben. Ik weet niet of dat per se de mijne is. Mijne wel. Ja, dat blijkt. Ja. Maar jij was de gespreksleider, dus dat ja, maar dat zal probeer, niet kijk, heel dominant als je zoveel uren zit, dan denk je van nou, ik doe ook af en toe. Nee, ik merk het. Even naar het jongerenpanel gaan. Ja, doe dat. Ja. Ja. Ik had een vraagje. Het ging net over die bedrijven en stappen nemen. Wat voor stappen had u in gedachten voor die bedrijven? Nou, bijvoorbeeld voor boerenbedrijven bedoel je toch? Ja, ja. Wat voor stappen zijn, wat ze voor stappen kunnen nemen is... Kijk, bijvoorbeeld je bent een boerenbedrijf dat heel dicht op een natuurgebied zit waar uitstoot is. Dan weet je dat je stappen moet nemen. Maar wat kun je dan doen? Stel, een gemiddeld bedrijf heeft 100 koeien. Dan kun je bijvoorbeeld kijken, moet ik iets met het voer doen? Zodat die koeien minder uitstoot hebben, omdat ze ook een bepaald type voer krijgen dat minder uitstoot biedt. Je kunt ook denken, ik moet iets meer ruimte krijgen, zodat ik die koeien meer in de weilanden kan wegzetten, en dan stoot het ook minder uit. Je kunt ook in vloeren de poep en de plas van die dieren scheiden, en als je dat scheidt, dan stoot het ook minder uit. Ja, zo, dat zijn heel concreet maatregelen die boerenbedrijven dus kunnen gaan nemen. Okay. En waar worden die bedrijven dan uiteindelijk op afgerekend? Ik vind dat je bedrijf moet afrekenen op de emissie, om het even technisch te zeggen. Ja. Dus wat stoot een bedrijf uit? Daar kun je naar kijken, dat kun je meten, alhoewel het best moeilijk is om dat goed te doen. Maar als je dat goed meet, kan een bedrijf ook zelf zien hoe het gaat en waar je op moet sturen nog. Ja, ben je het daarmee eens? Met emissie? Nee, ja, nee, maar dat als je zegt, waar reken je die bedrijven op af? Dat je puur afrekent gewoon op de uitstoot. Ja, daar ben ik het mee eens. Ik hoorde net wel een paar dingen waar ik het niet mee eens ben. Oh, doe dat maar dan, ja. Kijk, wat ook interessant is, dat was een goede vraag van jou. Hè? En op zich klopt je antwoord wel, maar er is ook een ander antwoord. Zo, 2 generaties terug had een boer in Nederland 25 koeien. En iedereen die geld verdient aan de boer, de bank en de voerfabrikant, en die legden hem uit, joh, je moet geen 25 koeien hebben, je moet er 50 hebben. En 1 generatie terug had een melkveehouder 50 koeien en legde iedereen uit, joh, dat moeten er 100 worden. Nou ja, nu heeft die melkveehouder 100 koeien en krijgt hij uitgelegd, dat moeten er 150 worden. Intussen is die melkveehouder onder de streep helemaal niet zoveel meer gaan verdienen. En de vraag is dus ook, moeten we niet op een andere manier omgaan met hoe we voedsel produceren? Maar moet het hele systeem... En dat is de discussie die eronder ligt eigenlijk. Maar goed, dat is wel een kwestie waarbij dan ook de kiezers in de Randstad misschien een beetje om de hoek komen kijken. Voor de gemeente ook misschien. Moet je dat betalen, bedoel je? Ja, want eigenlijk betekent dit dan toch een hele omwerping van de voedselketen of van ons voedselsysteem en wat we daar ook voor betalen. Ja. En wat de boer eraan overhoudt. Ja, en dat raakt dan iets wat jij net zei, waar ik het niet mee eens was. Hè? Jij zei net... Oh ja, maar ik doe helemaal niet mee aan het debat. Nou... Nee, kijk, je zei dat een afdronk van deze dag is dat alle transities zo vreselijk duur zijn. Dus het kost veel geld om het goede te doen. Dat is natuurlijk zo. Maar aan de andere kant, nu leven we in een wereld waarin wat er in het onderste schap ligt, is spotgoedkoop. Ja. Maar alle kosten van beleid om ons water gezond te maken, om de bodem gezond te maken, om de lucht gezond te maken, om de natuur een beetje in de benen te houden. Als je al die kosten meeneemt, dan is het in stand houden van het huidige systeem, denk ik, helemaal niet. Dus je pleit voor reële kosten doorberekening ook in de producten. Ja, en wat we nu doen is gewoon, hè, voor een deel worden de kosten van voedsel afgewenteld op ons landschap. En dan kun je wel zeggen, ja, een transitie kost veel geld. Maar ja, wat je ook doet is gewoon eerlijk in beeld brengen. Wat kosten dingen nou echt? Maar kunnen we dan terug naar een systeem waarbij een boer goed kan leven van 25 koeien? Ik twijfel daar wel aan. Ik ben daar niet per se op tegen. Want waarom zou je erop tegen zijn als iemand met minder meer toe heeft? Sterker nog, volgens mij vindt elke boer dat, als dat ook zo is. Nou, toch? Ja, maar en dat is wel een beetje het probleem. Het is wel iets van een beetje de Eftelings Fata Morgana die wordt voorgehouden. Het is niet helemaal echt. Want wat je ziet... Is het niet echt? Nee. Fata Morgana essentie is dat hij niet echt is. Oh ja. Dat je denkt dat hij er is, maar dat er niet is. En dat is de zorg, want... Kijk, ik vind wat ik... Maar het is wel ook die historische ontwikkeling die hij schetst, ja, komt maar, ook. Jawel, ja, zeker. Van steeds meer vee. En er werd ook gezegd, en ook maar wacht even, de Rabobank zegt ook van... Ja, je moet uitbreiden. Nee. En uiteindelijk blijft de
best. Maar als je dus kijkt naar andere sectoren. In de tijd van mijn oma had je nog 24 middenstandswinkeltjes in het dorp. Vervolgens kwam er een supermarkt. Dus je ziet in heel veel gebieden van de economie zie je samenclustering, schaalvergroting. En dat is aan de landbouw niet voorbij gegaan. Dus dit is valse romantiek? Dat weet ik niet. Ik zeg alleen, je gaat tegen een totaal niet alleen systeem van voedselproductie in. Want dat is al een transitie aan zich. Je gaat bijna tegen een economisch principe in. Want het hele economische verkeer wereldwijd, ook in Europa, ook in Nederland, is daar de laatste jaar op gericht geweest. En ik ben niet tegen omschakeling daarvan. Ik kijk puur naar het belang van mijn leden, van boeren en tuinders. En die willen daar best in mee. En die waarom ook niet, maar of het gaat gebeuren en of het realistisch is. En of wij echt ook bereid zijn, want er is niemand zo schizofreen als de Nederlandse consument. Want als die in de winkel rondloopt, dan doet hij de kiloknaller. En als hij als burger gaat stemmen, dan heeft hij hoogverheven moralen en dan moet alles anders. Ja, dat kan niet samen. En dan krijgen we dus misschien, en dan stel dat we dat dan helemaal allemaal wel zo mooi inrichten en reële prijzen enzovoort. En zeg nou, de boer, je kunt hiervan leven. Dan wordt er misschien wel melk geïmporteerd uit een ander land. En die ligt dan voor de helft van de prijs in de schappen. Ja, dat vergt dus echt ook iets van je handelsbeleid, van je grenzenbeleid. Dat heeft dus hele vergaande implicaties. Ja. Ja. Nee, en dit vind ik ook, om dan een lans te breken voor de Nederlandse melkveehouders. Een melkveehouder krijgt voor een kilo melk, nu, dit jaar. Dat heet dus in landbouwbeleid heet dat een kilo melk. Ja, dat is raar. Dat is heel gek. Maar dat is maar kilo's. Maar het gaat gewoon om melk, gewoon een emmer melk. Ja. Een boer krijgt voor een emmer melk nu precies hetzelfde bedrag als 25 jaar geleden. Dus niet nominaal hetzelfde of gecorrigeerd hetzelfde, maar gewoon precies hetzelfde. En de overheid komt met nieuwe wetten, nieuwe regels, nieuwe normen. De retail ook, de consument ook. Er moeten allemaal keurmerken, noem het maar op. Nou, vinden wij ook. Maar als aan de andere kant die producent geen cent meer krijgt en er moet wel steeds meer geleverd worden, ja, dan loopt het ook vast. Dus nog even resumerend, wat kunnen gemeentes doen? Ja, maar nou ja. Ja, nee, ja, we gaan een hele wending dit. Ja, we gaan de hele wereld over, maar uiteindelijk gaat het hier vandaag ook over gemeentes. Ja, ja, ze kunnen niet alle problemen op aarde oplossen, maar ze komen wel een heel eind, denk ik. Kijk, de gemeente gaat over zijn gebied, zijn bestemmingsgebied. En dat is misschien vandaag al langsgekomen. Ik zal alle derrie besparen, maar we krijgen straks de omgevingswet. Dan krijgen de gemeentes nog veel meer verantwoordelijkheden dan ze nu al hebben. Ja. En de gemeente is straks wel de overheid die zich gewoon afvraagt, hoe gaan we nou verstandig om met dat gebied van ons? Ja. Hoe combineren we de dingen daar? We hebben een beetje natuur, we hebben boeren. We hebben ook boeren waar we trots op zijn die gewoon goed produceren. We hebben een recreatiegebied. En hoe gaan we dat nou zo fixen dat het gewoon te doen is in die gemeente? Ja, heeft het jongerenpanel nog een vraag? Ja. Ik zag, er was van de week op de radio een reportage over een jonge boer. En die vroeg zich af of hij nog kon beginnen met boeren. En mijn vraag was, ja, wat kunnen jullie hem zeggen? Ja, ik zag die rapportage ook en ik spreek ook meer van dergelijke jonge boeren natuurlijk vanuit mijn werk bij LTO. En die zorg is best groot. Omdat wat Björn terecht aanhaalt, wat er op boeren afkomt en ook de prijs die je krijgt voor een bedrijf en ook het toekomstperspectief wat je hebt en ook hoe er vaak in de maatschappij gesproken wordt, dan moet je er wel echt, dan snap ik echt dat je zorgen hebt over hoe je het financieel rondkrijgt. Het is ook afhankelijk van wat je. Het is gewoon vaak ook een zwaar beroep. Je moet alert zijn. Het is best zwaar. Dus ik snap echt wel dat daar veel vragen zijn. En ook daar zo, wat ik net aangaf, hadden we de stikstofcrisis niet gehad. Hadden we een crisis gehad, omdat tussen nu en 2030 zoveel boeren stoppen. Mm-hmm. En hoe je daar op een goede manier mee omgaat en jonge boeren ook helpt, dat is eigenlijk, hoe belangrijk stikstof ook is eigenlijk misschien een minstens zo belangrijk, zo niet belangrijker thema. Maar daar hebben we jou voor. Nee, dat komt wel goed. Ja, dat komt toch. Ja, ja, ja. Björn en Hans, hartelijk dank. Het is weer tijd. De mensen die hier al de hele dag zitten, die weten het al. Het is weer tijd voor het korte stressdebatje. Fenna Zwart en Daniel van Duin. We gaan toch van het platteland weer even terug naar de grote stad, Amsterdam. Want Amsterdam moet klimaatneutraal worden. Dat is overigens niet de stelling van vandaag, maar een plan dat al in de stijger staat. We gaan over op 100% duurzaam opgewekte energie. In 2040 zijn we van het gas af en in 2050 moet de CO2-uitstoot met 95% zijn teruggebracht. Ambitieuze plannen. De vraag die ons rest is alleen nog hoe.
Windmolens, biomassa, er zijn opties. Ditmaal geen stelling, maar een vraag waarover mijn gasten gaan debatteren. Dat zijn Fenna Zwart van Stem en Daniel Duin van LEF. Wat is de beste energiemix voor Amsterdam? We gaan het zo doen. Jullie krijgen allebei 30 seconden om een openingsstatement te maken. En dan gaan we gewoon lekker heen en weer pingpongen. Hebben we een timer? Is toch wel zo handig. Wie wil er beginnen? Ik wil beginnen. All right. Er wordt van alles geroepen, ook door het huidige stadsbestuur. Maar er is heel veel retoriek en symboolpolitiek. Want het is gewoon niet realistisch. Eigenlijk hangt alles af, zou je kunnen zeggen, van drie zaken. Namelijk, is het gebaseerd op de wetenschap, op behaalde resultaten uit de praktijk. Dus geen papieren werkelijkheid. Hè. GroenLinks, zie je, die roept de hele tijd, oh, trots 15% reductie CO2. Maar het is een papieren werkelijkheid. Dat waren 30 seconden. Daniel van Duin. Oh. Sorry. Heel snel. Voor een goede energiemix in Amsterdam is het belangrijk om zoveel mogelijk en zo snel mogelijk te isoleren. Want isoleren bespaart geld. En het is ook goed, omdat je gewoon geen last hebt van de overlast van je buren. Daarnaast willen we in Amsterdam energievliegers installeren in de haven. Dat is een techniek die veel minder overlast veroorzaakt dan windmolens. En tegengesteld aan Stem willen wij wel windmolens in de stad, zeker in het westelijk havengebied, omdat het ontzettend belangrijk is dat wij een toekomst hebben als generatie. Mevrouw Zwart, wat denkt u daarvan? LEF, we kennen elkaar al een klein beetje. Hè? Ontzettend een sympathieke nieuwe partij. Lijkt ook heel veel op Stem in grote lijnen. We willen ook meer groen, meer directe democratie. Maar tegelijkertijd wat mij opvalt is dat jullie ook enigszins dogmatisch zijn. En in die zin lijken jullie soms ook een beetje op GroenLinks, het kleine broertje van GroenLinks. Want jullie willen dingen ook. Nou, jullie willen ook zaken opleggen, zoals bijvoorbeeld afschaffen van vleesrestaurants en. Nee, helemaal niet. LEF is altijd voor de nieuwe generatie en we zijn altijd voor vernieuwing. Oftewel, wij geven 10.000 euro aan restaurants die hun menukaart veganizen of plantaardig maken. En we willen een pilot met een zuivel en een vleestaks. Ja, dus we zijn van de vrijheid en niet van de dogma's. Oké, nou, heel goed om te horen, want dogma's, dat werkt natuurlijk niet. Hè. Wat je nodig hebt is draagvlak. En dat is nou precies waar het huidige stadsbestuur enorm in heeft gefaald. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, het enige wat ze voor elkaar hebben gekregen is enorm veel weerstand organiseren onder de bewoners. Tegen het huidige klimaatbeleid. Ik denk dat het toch goed is om even naar de grote lijnen weer terug te gaan. Ja. En, want we hadden namelijk wel over de energiemix. Ja. En de dogma's zijn misschien voor later aan de bar. Maar ik wil toch even naar concrete oplossingen gaan luisteren. Ja. Mag u beginnen? Oké, de ideale energiemix. Nou, zeker. Wat ik zou zeggen is in ieder geval die warmtenetten die we nu hebben behouden voor gas en straks voor waterstof. Maar vooral niet gaan uitbreiden en versterken. Want daar gaat nu de bulk van de SDE-subsidies naartoe. 80% wordt ingezet op die warmtenetten en niet op isolatie. Dat is maar 10%. Vervolgens moet je die SDE-subsidies gaan herverdelen, hè, en gaan inzetten op innovatie en energiebesparing. Dus daarin zijn we het eens. Waar we het niet over eens zijn, is biomassa-centrales. Daarvan zeggen jullie, ja, afschaffen, maar tot 2030 kunnen we daarmee doorgaan. En wij zeggen, onmiddellijk afschaffen. Gaan we nog heel even een reactie stoppen van met die biomassa-centrales. Ja, wij geloven ook niet in biomassa. Dat moet er zo snel mogelijk uit. Alle fossiele brandstof voor 2030, namelijk onze hele generatie hangt af. Wij moeten nog 70 jaar op deze planeet wonen. Daarom hebben jongeren veel meer zetels nodig. In de gemeenteraad moeten wij aan tafel zitten om te bespalen over onze toekomst. Maar dat is allemaal leuk en aardig. Nee, laat me even uitpraten. En de biomassa heeft helemaal geen plek in Amsterdam. En ik wil ook een beetje af van die discussie dat het allemaal geld kost. Want het gaat gewoon ten koste van mijn toekomst. Het gaat ten koste van mijn leven. Het gaat ten koste van mijn mentale gezondheid. Ja, even een reactie. Dus, Oké. Okay. De prijs is niet te hoog genoeg. Dat klinkt fantastisch. Alleen zeggen jullie 2030. Maar wij zeggen per onmiddellijk stoppen met die biomassa-centrales. Nou, nee, jullie zeggen in het programma 2030. Maar je moet ook met die subsidies stoppen. Hè. Als je kijkt in Amsterdam. Nee, wacht even. In Amsterdam. Zo snel mogelijk verbieden. Nee, wacht eventjes. In Amsterdam. Ik wil graag even uitpraten. Lieve mensen, we hebben nog 1 minuut. Mogen jullie nog allebei 1 punt maken? Halve minuut eerst aan jou. Oké, in Amsterdam hebben we op dit moment
bijna twee biomassa-centrales. Eentje die draait al op een verouderde omgevingsvergunning. Natuurvergunning die gaat er niet eens doorheen komen. Daar procedeert onder andere Natuurmonumenten ook tegen, hier onze bondgenoot. Vattenfall, die is nog niet gaan bouwen, maar die krijgt direct 395 miljoen subsidie. Alle twee dus gebaseerd op ondeugdige vergunningen. Ik pak mijn 30 seconden. Nog een laatste, okay. Laatste 30 seconden voor de heer Van Duin. Wat LEF echt onderscheidt van andere partijen is dat we voor de nieuwe generatie zijn. We denken in omdenken en we denken alles mogelijk. En dat betekent dat we positief in het leven staan, omdat we denken dat de nieuwe generatie niet gebaat is bij negativiteit of somberheid. We moeten samen de macht krijgen en samen de schouders eronder zetten. Want wij, de nieuwe generatie, hebben zoveel potentie, maar we worden niet aan het woord gelaten. En als wij in de stopera zitten en echt daar woord, zijn we helaas 5 seconden, bij het einde van dit debat. Hij begon op 25. Hartelijk dank. De toekomst veel groener maken. Ja. Oké, blijf even staan voor het jongerenpanel. Ja. Ja, je had me bijna, maar ja, toen begon je van dat je niet in negativiteit geloofde. Toen was ik dus afgehaakt. Maar jongerenpanel. Nou, ik was eigenlijk wel benieuwd, want in het begin heb ik gezegd, ik wil ook wel opletten op of er keuzes ook wel gemaakt gaan worden. Want Daniel, jij zegt van, de prijs is mij niet hoog genoeg. Ik ben wel benieuwd, wat zou je dan niet doen? Waar zou het geld vandaan moeten komen dat dan naar duurzaamheid gaat? Nou, we zien dus heel veel geld momenteel zitten bij oudere generaties. Er is een great wealth transfer. Die is gaande dat babyboomers die komen te overlijden. En die stoppen dat geld vervolgens. Nu wordt het gigantisch veel in huizen gestopt. Dus de grootste hoeveelheid geld in deze maatschappij zit nu in bakstenen. En die geldstroom, die moeten we ombuigen naar een leefbare planeet. En ook naar circulair bouwen. En ook bouwen met biobased materials. Dus dat we van hout gaan bouwen. Dat we met stoffen die uit de natuur gewonnen kunnen worden, dat we daar huizen van maken. En dat zien we bouwend Nederland nog niet doen. En daarom is het belangrijk om zoveel mogelijk jongeren in die bouwbedrijven te krijgen, maar ook bijvoorbeeld in het boerenbedrijf. Volgens mij had u het over klimaat, of niet, specifiek? Nee. Toch? Of niet? De vraag klopte wel, maar dan vraag ik me weer eigenlijk af, naar aanleiding van je antwoord, waar komt dat geld dan weer vandaan? Maar ik denk dat ik hem hierbij laat. Oké, prima. Dank jullie wel.